Nee, gewoon neef. Nee, ik ben ook een nichtje van Ryan Simpson. Zijn moeder en mijn vader zijn broers. Ja, ik train een paar maanden bij Fuji. Ja, ik ben in januari begonnen met kickboxen. Ja, je traint natuurlijk voor een doel. Je gaat niet trainen, ja, tenminste ik niet. Ik train voor een doel en dat zijn wedstrijden. En ja, nu. Ik heb de mogelijkheid om een wedstrijdje te draaien. Eerste? Ik word mijn tweede. Ik heb 28 mei ook een partij staan. Ik ben 25 jaar. Ik vecht in de B-klasse. En ja, tot 53 kilo max, min 54. En hoe lang doe je dit nu? Echt kickboksen zelf? Of, ja, echt 3 maanden. Ja, echt? Tenminste, vanaf januari ben ik echt mee bezig. En hoe kom je dan in de B? Want heb je dan ik heb bokspartij gedraaid. Oh, vertel even dan over ja, de bokspartij. Ja, ik zat in een Nederlandse selectie met boksen. Oké, okay, wel zeggen. Ja, ja, ineens in die B. Ja, ik zat in een Nederlandse selectie met boksen en ja, daar heb ik een aantal partijen gedraaid. En vandaar dat ik in de B moet. Interessant, en nu ga je echt je benen switchen, ook moeten gebruiken. En hoe kom je erbij om bij Fossium te gaan trainen? Ja, we zijn met een team. Ja, met een team van Rotterdam gaan we met z'n allen, weet je. Het is makkelijker meerijden en Rotterdam. Vandaar? Ja, mijn peetbroertje en die vecht ook. Quinn Vega, die kennen jullie wel. Ja. Dus leuk. En we gaan wel met z'n allen heen en weer. Maar waarom train je niet bij je eigen familie? Ja, het is ver ook. Almere? Ja, een stukje verder. Een stukje verder. En wat ik al zei, ik ben door mijn peetbroertje, Quinn Vega, ben ik naar Fossium gegaan. Hij heeft me meegenomen. En zo ben ik daar gebleven. Een van de beste gyms, dus zit daar goed. Ja, Michael Bob, Nicolita, François. Staat tegenover Priscilla van Pancration. Ja, klopt. Priscie. Ik kan niet meer als mijn best doen. Maar je hebt al goede bokservaring, hè? Dus, ik heb wel mijn bokservaring mee. Daarom. En wat hoop je zelf te bereiken in het kickboksen? Ja, gewoon de top. Heb je nu al iemand op het oog in jouw gewichtsklas waar je van denkt van die wil ik uiteindelijk? Ik denk dat iedereen het wel heeft. Maar dat hou ik nu wel even voor me. En die partij zal wel komen. En hoeveel tijd geef je jezelf om de top te bereiken? Ja, ik begin in de B nu, dus ik wil wel tegen het eind van het jaar wil ik wel al een A-klasse partij misschien neerzetten. Ik ben heel benieuwd naar jou, vooral omdat je zegt dat je net bent begonnen met kickboxen en dat je al bokservaring hebt. En dat is gewoon heel mooi om te zien hoe je dat gaat combineren. Dus, Het is goed in Rotterdam. En wat doe je naast het kickboxen? Ik studeer en ik werk. Rechten. Doe maar! Doe maar, en hoeveel jaar moet je daar? Nog een jaartje. We gaan je zeker in de gaten houden. En in ieder geval succes, wanneer was het? 29 mei? 28 mei. 28 mei en 8 juni bij Ringstars 3 in Almere. Dank u wel. Ja, heel veel succes. En doe de groetjes aan Fossium, hè? Doe ik. En ook aan je oom natuurlijk. Ja. Oké, okay. Oes. Oes.